Maar pa, zie jij wat ik zie? Ja. Komt er een keer een binnenvaartschip aan? Ja. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dit is. Ik denk dat ik er beter eerst een zwemvest om kan doen. Ja. Oh jee. En nu even een liedje zingen, pa. Ja. Uit het oeuvre van Gerard Joling. Kijk, foto genomen. Goedemiddag. Goedemiddag. En levende lijven. Ja, is dat wat? Nou. Kees en Theo, zal ik het een hand geven? Nou, dat mag zeker, ja. Goedemiddag. Zeg maar, je hebt een Leerdamse klokkenbiertje. Een trippeltje. Ja. Ik ben benieuwd, zet jij straks je eigen voornaam nog gaan spellen? Ik denk het wel, het is niet zo moeilijk. Goedemiddag. Zo, dat is een hele optocht hier. Gezellig. Hallo. Hallo. Allemaal dat glasmuseum waarschijnlijk. Zo is het. Ik weet niet door wel hier. Nou. Het toegesnelde publiek zit er helemaal klaar voor. Let the show begin. Soms zit er even tegen, maar we komen er net zwaar op de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Een half uurtje vaaravontuur gaat weer beginnen. In de vorige vlog zag je dat we vertrokken zijn vanuit Gorinchem en het prachtige riviertje de Linge aan het uitvaren zijn. We komen langs hele mooie plekjes en idyllische dorpjes en het einddoel van vandaag is de glasstad Leerdam. Stap ook op en vaar mee op de VB002. Het is zo grappig als je op de kaart kijkt en zie je plaatsnamen staan van ja, buurtschappen, gehuchten, misschien ook wel van dorpjes, van stadjes waar ik er nog nooit van gehoord heb. Kedichem, Heukelum, Acquoy. Kijk, met het bord staat er, Kees. Oh ja. En de kerk van Kedichem. In één shot, het bord en de kerk. Hebben we waarschijnlijk gelijk de highlights van Kedichem gehad. Maar je woont hier natuurlijk prachtig zo, hè? Heerlijk, zo'n flybridge. Want nou, je hebt hier best wel veel riet. Ja. Rietkragen. En daar kijken wij zo over uit. Ja. En als je een wat lagere boot hebt, zit je toch vaak tegen die kanten aan te kijken. Dat hebben we in de Biesbos ook. En er is juist heel veel te zien. Er lopen paarden, van alles nog wat. En hier ook. En je zit dan toch lekker op de troon te kijken wat er allemaal aan je voorbij trekt. Deze mensen hebben het ook prima voor elkaar hier. Nou, zeker. Goh. Even kijken. Zo. Kijk, het zwembad van Kedichem. Ja, speeltuin en zwembad. Ja, het is niet heel groot. Je moet niet het hele dorp uitnodigen. Hoewel, ik weet niet hoeveel mensen hier wonen, maar misschien passen ze er allemaal wel in. Oh jee, we krijgen een tegenligger. We worden even wakker geschud. Het is echt genieten hier hoor. Ja, het is... Een dijkje en... Ja, inderdaad. Ja, schitterend. Ja. Hier mensen lekker fietsen op de dijk. Ja. En het zonnetje breekt door. Ja. En we hebben er een roze koek bij. Het is niet helemaal duidelijk wat dit is. Nee. Ja. Twee verdiepingen. Ik denk dat je dat kan huren of zo. Niet? Ja. Nou, er gebeurt niet. Het is meer de klusruimte. Wat een vaartuig, joh. Ja, het is een soort pontje ook. Nou, het is. Pontje. Het is heel grappig. Ja, maar het is, moet nog het een en ander aan gebeuren, denk ik. Ja. Ze komen nog zo tegen onderweg. Er zijn overal van die inhammetjes, perceeltjes. Ja, weet jij zo'n perceeltje? Met je bootje zo. Ja, dan zit je er prima bij. Maar ik weet niet of dat dit echt voor mensen zelf is. Het ziet er wel naar uit. Ja. Als jij toch hier je eigen bootje hebt liggen. Ja. En dit is jouw grasveldje en jouw auto staat daar onder een zeiltje. Dan zit je beter dan in Centerparks, denk ik. Dit is een soort mini-housebootje. Nou, kan je hier overnachten en je hebt een groen erbij. Dus het is eigenlijk echt perfect. Maar pa, zie jij wat ik zie? Ja. Komt er een keer een binnenvaartschip aan? Ja, zeker. Geen hele grote, ik denk een meter of 60, 70. Maar hij komt er wel aan. Hij doet heel rustig. Zullen wij ook even iets gas minder? Nee, want dan kunnen we hier in het kommetje elkaar passeren. Maar ik heb gehoord dat... ja, dat zeg je altijd. Het gaat even al wel. Daar werd al gezegd, binnenvaartschepen en schippers doen voorzichtig hier. Ook met pleziervaart, maar ook met de natuur. Nou, zorgt ook wel weer voor een beetje afwisseling. Een beetje leven in de brouwerij. Ja. Het nadeel dat je die mensen vaak niet ziet, hè, door de geblindeerde ramen.
sta je te zwaaien, denk je, ja, naar wie sta ik eigenlijk te zwaaien? Leerdam. Leerdam komt ie. Dus deze schipper heeft dit stukje al heel veel keren gevaren, denk ik. Hier passeren we Heukelum en daarna Leerdam. Nee, Gelderlandse huur. Heukelum, hier zitten we nu. Ja. En daarna Leerdam. Ja. Oh, hier weer een mini pontje. Ja, die kun je aanleggen. Oh, hallo! Goedemiddag! Zo, we zitten hier hoor, Thijs. Ja, we zitten hier perfect. Ja. Op steenwerp op afstand van de VB02. Kijk, we liggen hier in Leerdam. Prachtig plekje. Ik weet niet of dat wij hier mogen blijven liggen voor vannacht. Maar voor nu liggen we hier prima. En ik hoorde daarvan de buurvrouw die erachter ligt. Die trouwens vlogende bestemming vlaggetje heeft, puntvlaggetje. Heel leuk. Hoor ik dat hier het glasmuseum is. Dat, nou, daar gaan we straks nog wel even kijken. Maar eerst pakken wij even een lekker lunchje. En dat is dus recht tegenover de boot. Dus dan zal ik straks even de havenmeester bellen. Of dat wij misschien hier voor vannacht mogen blijven liggen. Want ik hoorde ook van de buurvrouw dat iets verderop richting Asperen niet heel veel mogelijkheid meer is om te liggen. Dus dan keuren we dit voor vannacht ook goed. Ik heb de havenmeester even gebeld. Die heet ook Kees. Oh? Ja. Een trouwe volger van de volgende bestemming. Ja, ja. Ja? Ja? Die wist wel het een en ander. Die hebben al het laatste filmpje kunnen gezien. Klopt. Dus hij komt hier straks heen. Ja. En we mogen hier blijven liggen of iets daar verderop. Maar dat is wat lastiger afmeren. Omdat ik dan moet keren. Hier is het heel smal. Daar hebben we stroom. Hebben we niet per se nodig. Daar is dus we zien het wel. Opstappen voor een oude man. Dat is lastiger opstappen voor een oude man. Ja, ja, die blijft er wel lenig bij. Moet je laten zien met het hek zo ervoor. Ja, zal ik het even laten zien? Ja, wie straks even een demonstratie geven, hoe je dan opstapt en afstapt. Nou ja, ik heb het laten zien. Oh. Gaat wel. En dat ik beter eerst een zwemvest om kan doen. Kijk, we gaan nu live een demonstratie meemaken hoe hij dat doet. Kijk. Ja. Ik zou niet allebei de benen adviseren. Ja. Ja. Oh jee. En nu even een liedje zingen, pa. Ja. Uit het oeuvre van Gerard Joling. Gaat wel. Kijk, ja toch? Applaus. Ja toch? Nou, je moet niet zeuren. We blijven gewoon liggen hier. Ja. Dit was de test. En nu weer terug, hè? Wij zeggen, we moeten weer voor liedje zingen. Gerard Joling. Ja, en dan op dit moment. Joling. Dat zijn de ballen van Theo die... Oh jee, ja. Nou, hey. Dit was de test. We blijven hier liggen. Ja. Nou, we zijn net in Leerdam. Goedemiddag. Goeiedag. Meneer zegt, mag ik een beetje op de foto? Nou, vooruit, 10 euro. Dat mag wel. Gelijk afrekenen. Gelijk afrekenen. Hebben we de lunch weer terug, vriend? Nee, we gaan even op de foto, tuurlijk. Ja, ja, altijd. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te horen. En u komt uit Leerdam? Of, Nee, we komen uit Harreveld. Oh, nou, dat is niet al te ver hier van waar ik woon. Nee, vandaan. Maar jullie zijn toevallig hier. Nee, we hebben vakantie. Oh. Altijd. Nou, kijk, permanent vakantie. We gaan de hele maals toe. Oh ja, heel leuk. Daar gaan wij ook naartoe, die kant op. Kijk, foto genomen. Dank je. Nou, leuk. Mijn pa die wil vast ook nog wel de foto. Die vraagt ook Tina. Je wordt er vast niet goed van. Nee, dat is toch hartstikke leuk.
het maar een tikje geven. Ja, ik stond even te praten. Oh, dat ziet er lekker uit. Ja, oh, heerlijk. Dankjewel. Eet smakelijk. Nou, dat gaat wel lukken. Dankjewel. Eet ze paar. Oh. Nou, we gaan even een hapje eten hoor. Ja, jongens. Ja, oh, dat mag ook hoor. Weer een tientje. Zo. Ja, kom maar rijk hier. Zeg maar, jij hebt een Leerdams klokkenbiertje. Een trippeltje. Ja. Ik ben benieuwd, zet jij straks je eigen voornaam nog gaan spellen? Ik denk het wel, het is niet zo moeilijk. Lekker biertje hoor. Zeker, ja. Ik had het leukste streekbiertje. Nee, absoluut. Het is wel pittig zo rond de lunch. Er staat weinig op. Ja, er zit wel veel in. Er staat weinig op, er zit wel veel in. Wel leuk, zo'n lokaal biertje. Hey. Chico! Ja. Hallo. Hey. Waarom zegt nou nooit niemand Kees? Altijd iedereen Chico. Chico. Ja. Goedemiddag. Zo, een hele optocht hier. Gezellig. Hallo. Allemaal naar het glasmuseum waarschijnlijk. Zo is het. Ja, nou gaan wij straks ook heen hoor. Even kijken. Ja. Nou pa, we zijn niet de enige. Nee. Ja. Maar dit is ook een glas. Dat is ook van glas. Nou, ik zag de eerste oprisping al komen bij hoor. Ja? Ja, je begint al te hikken. En dat geef ik niet, want we hoeven niet meer te varen vandaag. Geef. Nee, dat is waar. Maar vanavond kaarten. Ja. Ja, nou dat ze hopen dat ze werking hebt, dan ga je een keer winnen, want gisteravond is helemaal niks. Het was helemaal niks, nee. Gisteravond was helemaal teleurgesteld. Ja. Maar iedere avond doen we even een potje pesten. Ja, dat is gezellig. Maar gisteravond vond ik het niet zo gezellig, want hij had twee jokers. En inzicht. Inzicht. Ja. Ja, dat is geen inzicht, het is gewoon puur geluk. Nee, nee. Het is gewoon puur geluk. Ja, misschien 50% geluk en 50% inzicht. Ja, ja, ja. En ervaring. En ervaring, ja. Want ik doe het heel veel met Tini. En die kennen het ook aardig. Ja. Maar nee, dus het is dubbel op, Kees. Ja. Ik keek er niet gek van op dat je verloren hebt. En Kees, maar over het glasmuseum, daar. Ja, we zijn er nog steeds niet geweest. Dan mag je niet met een hond binnen. Oh. En dat snap ik wel, want er lopen allemaal toch wat meer mensen van mijn leeftijd. Mm-hmm. Als ik nou eens hier blijf zitten met de honden, dan ga je daar filmen. Nee, we gaan samen naar het glasmuseum. Jij moet ook iets cultureels doen. Nou, nee, je gaat maar gewoon mee. Huh? Maar ik ben niet dorm al hier. Alleen... Zonder scootmobielen. Ja, ja. Maar goed, ze gaan wel iets cultureels. En jij probeert eronder... Jij wil proberen eronder uit te komen. Ik ben er al een keer geweest, hè? Nee, je bent er helemaal nooit geweest. Je gaat maar gewoon mee. De honden kunnen makkelijk op de boot blijven. Nee. Oké, er wordt goed gezorgd voor Chico, hè? Heb je trouwens al nagedacht wat de echte highlights zijn van Leerdam? Je zou nog naar het glasmuseum kunnen gaan. Ja, ja, zie je wel. Vooral voor... Dat is toch daar? Nee, dat is een glasblazerij. Oh, er zijn twee... Er zijn twee dingetjes. Oh, en inderdaad nog even naar de VVV-kantoor natuurlijk. Ja, naar het VVV-kantoor. Wat. Hoi, nou pa. We hebben nog een hele drukke middag. Nou, dankjewel voor de tips. Ja. Nou, je komt er niet zomaar van... Even snel je biertje plokken. Nou, we hebben nog wel even werk hoor. Zit je best. Goedemiddag. Goedemiddag. En levende lijven. Ja, is dat wat? Nou. Kees en Theo, zal ik het een hand geven? Nou, dat mag zeker. Ja. Goedemiddag. Ik weet alleen niet of dat mijn pa zijn eigen voornaam nog kan spellen. Want die zit dat is wel waar, hè? Die zit wel een druppel. Kees wil zo graag nog naar dat glasmuseum. Ja. Oh, dat is daar? Ja, dat is de blazerij, heb ik net gehoord. Oh, maar het glasmuseum, dat is helemaal voorbij de brug is dat, hè? Ja, en dat is wel leuk, hè, om naartoe te gaan. Ja, maar ik denk dat dit leuker is. Ja? Over het algemeen. Maar, ik heb wel gezien dat er heel veel mensen naartoe gaan. Ja, mijn leeftijd. Allemaal op... Ja? Ja. Maar wij zijn ook zwart, zo. Maar ik moet op de honden passen. Dus Kees, die zoekt begeleiding. Oh, ja. Je hebt een begeleiding nodig van de Rijn. Glasblaasbegeleiding. Ik moet even niet bellen, want ik moet mijn biertje drinken en ook de honden. Oh ja, nou ja, dan haal het op. Ja, maar de honden leg je gewoon aan de ketting. Ja, nee, ja toch, dat is toch zo, dat doen ze. Ik zie boot liggen in de ketting. Nee, of moet ik de boot aan de ketting leggen? Ja, ze zijn niet meer betaald, ze niks het nou. Ja, maar ik heb hier zelf een boot leggen, dus jullie. Hij is natuurlijk nou wel heel glad, hè. Mooi, hè, is die. Hij ging zeker hard, kijk. Hij ging super hard. Ja. Ja, we waren hier een uur. Ik heb gisteravond gekeken nog. Ik kijk bijna altijd. Kijk ik op de campertochten. Ja. En gisteravond gekeken. En ik zag hem op zijn even een flits op zijn bureaustoel. En ik heb 14 dagen geleden heb ik hier op de kant gezeten. Oh. Dus ik, 14 dagen, dus ook knippen en scheren noemen ze dat. Ja. En dan leg je dan bijna 70 leg je eronder. Oh, dat is uitgetopt. Ja, dan heb je op een gegeven moment ook zo'n rollator nodig. Want het is echt. Nou, daar heb je spieren die je nog nooit wist dat die had. Dat is echt waar. Die, Maar als je camper hebt, heb je dat niet. Dan hoef je niet onder te liggen. Nee, maar een boot heb je wel nodig. Ja, hoop onderhoud. En dan is er weer dit. Vanochtend, gisteren, starten we al niet toe we wilden. Oh, ik wil.
de VB 002 starten. En ook die doet het niet. Het is altijd wat. Ja. Dus ja, we gaan nu maar even... Het koop een boot, hè? Koop een boot, maar het is ook met dit weer. Het is heerlijk, hè? Kijk ons eens liggen hier. Dat is toch fantastisch? Ja, prachtig. Ik zag hier daarnet de haven binnenkomen, op een schermpje. Ja. En toen zei ik tegen die man... Oh, maar, je bent de havenmeester. Ja. Oh, je bent de havenmeester. Je bent Kees. Ja. Oh, zo. Nou, kijk. Kees. Ja, precies. Zo, het is de hoogste tijd om bij de glasblazerij te gaan kijken. Daar liggen we zo dichtbij dat we bijna binnen liggen. Mijn pa was uitgeblazen naar zijn zware biertje en pas buiten op de honden. Ik heb wel zin om eens even een kijkje te nemen hoe ze dat glasblazen nu precies doen. En ik heb geluk, ik vol met mijn neus in de boter, want er is zojuist een demonstratie begonnen. Het toegesnelde publiek zit er helemaal klaar voor. Let the show begin! Er is een spreker die van alles vertelt over hoe ze het allemaal doen. Ze maken hier echt hele kunstige dingen van glas. Het glasblazenproces begint met het verhitten van glas tot een vloeibare toestand bij hoge temperaturen. Dat gebeurt in deze speciale oven. De glasblazer gebruikt een lange pijp, ook wel een blaaspijp genoemd, om een kleine hoeveelheid gesmolten glas op te nemen. Door in de pijp te blazen terwijl deze wordt gedraaid, ontstaat er een luchtpijl in het glas. Hier gebruiken ze een stempel om een relief te creëren in het glas. En zoals je ziet zijn deze glasblazers bezig als een team. Want ja, soms kom je net even een handje tekort. Ik kan hier dus echt uren gefascineerd naar kijken. Met behulp van verschillende gereedschappen en technieken kan de glasblazer het glas vervolgens vormgeven en manipuleren. Dit omvat het rollen, blazen, trekken, knijpen en snijden van het glas om de gewenste vorm en structuur te creëren. De temperatuur in de zaal loopt flink op, want de ovens zijn natuurlijk loeiheet. Hier zie je dat er een hals gemaakt wordt en aan het andere deel wordt gesmolten. En als het glaskunstwerkje dan klaar is, kan het tentoongesteld worden in het winkeltje bij de glasblazerij en kan het verkocht worden. Nou, daar ben ik weer. Oh ja. Ja, dat is leuk hoor. Ja, dat geloof ik. Een demonstratie glasblazen gekregen. Oh? Dat is vakwerk. Privé-demonstratie, meen je? Dat niet helemaal. Nee, al die mensen die wij net zagen komen, die zaten daar ook tijdens de demonstratie. Oh. Maar die zaten ook te genieten. Nee, het was echt heel leuk. Het is een ambacht waar u tegen zegt. En dat is natuurlijk ook waar Leerdam bekend om staat, hè? Ja, zeker. Nou ja, het museum slaan we even over voor vandaag. Ja, kaas. En die hebben Leerdamse kaas. Ja, dat is de beste kaas tussen de gaten. Maar die maken ze niet hier in Leerdam, hè? Volgens mij niet. Dat wordt overal gemaakt. Nee, maar die maken ze hier een dorpje verder. Oh, dat wist ik dan niet. Het gaat de hele wereld over, hè? Ja. Ja, dat is waar. Een vak apart, een kunst apart. Leuk om even gezien te hebben. Dus mocht je in de Leerdam zijn, doe het zeker eventjes. Nou, wij gaan straks nog even het stadje in. De Kees, de Leerdamse kaas maken ze Schoner Woerd. Oh, dat heb je net onderzocht wel. Dat, ik heb even Schoner Woerd. En dat ligt hier in de buurt? Ja, ligt hier dichtbij. Uh-huh. Maar Leerdam is natuurlijk heel bekend, al door de glas. Ja. Daarom noemen ze Leerdamse kaas, maar kom het Schoner Woerd. We lopen even het centrum in en komen langs deze oude huisjes. Die zijn dus onderdeel van de stadsmuur en worden gewoon bewoond. Nou, dat is echt uniek wonen. Leerdam heeft een rijke historie die teruggaat tot de middeleeuwen. Het heeft een schilderachtige binnenstad met historische gebouwen, grachten en charmante straatjes. En dit is de Grote Kerk, een gotische kerk uit de 15e eeuw. En dat ze hier trots zijn op de glasproductie, dat mogen duidelijk zijn.
Dit is het hofje van mevrouw van Aarde. Een prachtig bewaard gebleven 18e eeuws hofje. Er is ook een museum bij. En biedt nog steeds huisvesting aan ongehuwde protestantse dames. We lopen even naar de glasfabriek dat net buiten het centrum ligt en lopen een stukje langs de Ling. 70% van de grondstof voor het maken van glas bestaat uit zand. De geschiedenis van de glasfabriek gaat terug tot 1765, toen Pieter de Zwart de eerste glasblazerij in Leerdam oprichtte. Sindsdien heeft de fabriek een lange traditie van glasproductie en heeft het een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van glastechnieken. De glasfabriek in Leerdam staat vooral bekend om zijn kristalglas. En dat wordt gekenmerkt door zijn helderheid, zuiverheid en vakmanschap. Hier worden per dag, schrik niet, zo'n 400.000 glazen gemaakt. Het lijkt me toch geweldig om eens binnen te kijken. Nou ja, misschien een volgende keer dan. Wij lopen nu terug naar de VB 002 langs de Stadsmuur. En we hebben hier een topplekje hoor. Even genieten van het zonnetje op de Flybridge. Goedemorgen. Morgen, Kees. We zitten lekker aan een bakje koffie. Ja. Dit keer niet gezet door de espresso machine, want dat is wat heftig voor de accu's. Ja. Want we hebben geen walstroom. Nou, zo is voor koffie zetten is ook... werkt ook goed, hè? Pannetje op het vuur. Ja, toch? Prima, ja. Ja. Ja, met van die stickies. Nou ja, het is niet alles, maar het geeft ook wel een beetje kampeergevoel. Je zit de waterkaart te bekijken uit 1903. En daar staat Acquoy op. Ja, Acquoy, dat ligt hier vlakbij. Ja, ligt hier vlakbij. En daar staat een hele scheve kerk. Ja. Zeg maar de kerk van Pisa, maar dan in Acquoy. Van Pisa, ja. Niet van Pisa. Nee, maar die staat een meter scheef hoor. Net zo scheef als de pootjes van Trixie. Ja, die zijn ook zo scheef. Die lopen... Hallo, zeggen ze hallo in de camera. Maar dat klopt, ja, inderdaad. Die staat bijna net zo scheef als de toren van Pisa. En daar komen we straks voorbij. Zeg, dus... Ja, dat klopt. Hoe weet je dat dan? Dat heb jij net voor zitten lezen. Oh. Ja, wij doen altijd een beetje ons inlezen, hè, morgens. Ja. We komen langs Asperen. Ja, Asperen inderdaad. Nee, daar komen we eerst langs. Ja. Dan gaan we even iets over vertellen. Gaan we iets over vertellen. Heel bijzonder leuk wist je dat je. Ja. Maar dat later in de vlog. Ik zie Chico ook al nieuwsgierig kijken. Ja, Chico, even goed opletten. Er wordt iets informatiefs verteld. Het gaat over de Hollandse Waterlinie. Verder vertel ik nog niks. Nee, je verklapt nog niks. Nee. En daarna gaan we naar Acquoy. En dan zal de eindvloggende bestemming van vandaag zijn... Geldermalsen. Moet je 3 varen, denk ik. Ja, zoiets. Je mag hier niet heel hard en je wil hier ook niet heel hard varen. Op de Lingen. Volgens mij is het 6 kilometer of nee, 9 kilometer. Wat was het? Per uur. Per dag. Dat was in het jaar 1991. Nee, maar zoiets. Maar je moet hier gewoon helemaal niet hard vinden. Heb je ook niks aan, want het is hartstikke mooi. Anders mis je allemaal dingen. En mijn zelfgemaakte verduisteringsdelen hebben weer goed hun werk gedaan. Kijk eens. Er zijn heel veel mensen die dit nou hebben gemaakt. Ja, het is gewoon van vilt gemaakt. Volgens mij 2 mm dik. En met van die zuignapjes. Nou, dat is toch ideaal. Ik zal het even laten zien. Zo, hoppakee. Hallo, Kees en Theo. Dag, Kees en Theo. En toch iets meer privacy hier aan zo'n kade. Want ja, er komen toch regelmatig mensen langs. Zo, dat gaat goed, Kees. Zo. Ja, er ligt vocht op het voordek. Dan moet ik op tijd bij zijn, want als de zon erop komt. Ik zag de buurman dat doen. Ik denk dat kan Kees ook. Want de VB02 weer even shinen natuurlijk. Ja. En nou zag ik dit bij iemand. Ja. Het lijkt me weer een telzomermoment, maar dat is het niet. Nee. Het is zo'n kergerzuiger. Dat doe je zo. En dan zuigt hij het gelijk op. Dat is echt serieus. Ik zie de buurman kijken van, wat doet hij dat handig? Maar kijk eens. En dat komt dan hier in dit tankje terecht. Oh ja. En dan klaar. Heb je dat allemaal opgezogen nu? Ja.
Oh, dat is goed. Voor in de vroege morgen? Ja, dat is zeker. Is dat best actief? Ja. Moet alleen maar even ben je in het nieuw, Kees? Ja, ik ben in het nieuw, daarover gesproken. Oh, nee. Nou, dat is geen werkkleding. Dat is geen werkkleding, nee. Die is nee. Volgende bestemming. Maar ook, let op. Een kekke korte broek van Bamigo. En dat is van bamboe gemaakt. Bamboe? Is het, ja, bamboe. Dat is een heel zachte stof. Dat is duurzaam, maar ook zacht. En een onderbroek erbij. Ik heb er meerdere. Maar ik laat niet al te veel zien als aangetoond geven. Nee. Maar heerlijk zacht. Dus ja. Je zit gewoon lekker heel dag te voelen. Dat je denkt, het is lekker zacht. Nou, mooi. Wil je ook voelen? Nee, laat maar. Ik ga weer verder met mijn... Oh, ja. Trouwens, voor de kijkers van de volgende bestemming. Als je je eerste bestelling doet bij Bamigo, krijg je 25% korting. Toch leuk. Kost iets van €60. Ik heb geen idee wat het type is. Ik weet niet wat een zeem kost. Maar dat werkt toch minder. Mm. Kijk, je doet zo. Je hebt zo'n dingetje erbij. Spuit. Er zit schoonmaakspul in. Hop. En die. Moet je natuurlijk niet in de brandende zon, want het is gelijk... Nee, ja. En dan... Maar zo brandt hij nog niet nu, hè? Nee, maar... Kijk. Ja. Kneeploos. Geluid misschien niet aangaan. Klaar, ja, Kees. Nou, heel mooi. Dat is wel heel vies, dit ding. Moet je het dan maar uitspoelen? Ja, daar hebben we weer een probleem. En hoe kom ik nou hierbij? Hier is mijn arm tekort voor. Zo, dat is vies. Dat is zwart. Ja, nou. Dat is echt bizar. Ik denk dat je daar gewoon een bezempje voor moet hebben. Een vogelschijf? Je kan wel een mooie apparatuur hebben. Maar dan ga ik toch eerst even opnemen. Ja, dat zou ik maar doen. Hier. Ja. Dan zie je wat voor zooi er in de lucht zit. Ja. Zo vies heb je mijn vinger nog nooit geweest. Nee, daar ben je niet gewend, vuile handen, wel. Vroeger wel heel veel. Ja. Tegenwoordig verdien ik mijn geld anders. In de volgende vlog zie je dat we verder de Linge afvaren. En komen we onder andere langs Asperen. Je hebt daar een prachtig fort, maar ook een historisch sluizencomplex. En dat is heel interessant, daar vertellen we het een en ander over. En dat heeft te maken met de Hollandse Waterlinie. En komen we ook nog langs het dorpje Acquoy, daar waar die mega scheve kerktoren staat. Dus ga dat zeker zien. En komen we aan op het eindpunt van deze vaarttrip. Dat is Geldermalsen. Nou, niet helemaal het eindpunt, want we hebben nog een uitstapje gemaakt op de fiets naar een heel bijzonder stadje. Een oranje stadje. Nou, denk jij te weten naar welk stadje wij zijn geweest? Hoe het heet? Laat het dan even weten in de reactie onder deze video. Ik ben benieuwd dat je het weet. En aan het einde van deze vlog wil ik nog even snel een paar kijkersvragen beantwoorden. Ik krijg best wel veel vragen binnen altijd. Ik probeer ze zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar hier even een top drietje. Deze is van Sjors uit Den Haag en die vraagt... Kees, doet het buitenboordmotortje het alweer van de VB003? En het antwoord daarop is ja. En het verhaal erachter ga ik je nu vertellen. Ik wilde hem weer op gaan halen bij de Graaf nadat ik terug was van de Linge-route. Omdat zij geen tijd hadden om op korte termijn te repareren. Dus ik denk, nou, dan ga ik wel even kijken hoe ik dat ga fixen. Iris, mijn buurvrouw, die gaf me even een sleepje terug. Dat was het idee. Maar we komen daar aan met haar bootje. En ik loop naar de VB003 toe. En ik denk, ga eens even kijken of dat die start. En hij deed het weer. In één keer. Op wonderbaarlijke wijze. Dus ik denk dat ik hem verzopen heb. Zoiets. Maar hij doet het nu in ieder geval weer goed. Dus nou, daar ben ik blij mee. Dan nog een vraag van Anneloes uit Drimmelen. Die zegt, wanneer komen je vluchtluiken binnen? Of wanneer worden je vluchtluiken in de spiegel gemaakt? Dat gaat 17 juli gebeuren. Dan zijn we als het goed is net terug van onze volgende trip. En dan is de vraag van Peter uit Delft. Wanneer gaan jullie richting de Wadden? En dat zal zijn volgende week rond 15 juni. Spannende trip. Heel veel zin in. Nieuwe avonturen staan er ook weer aan te komen. Nou, als je deze video leuk vond, like me eventjes. Beloon hem met een duimpje omhoog, zou ik leuk vinden. En druk meteen even op dat belletje, want dan hoor je ook wanneer er een nieuwe video online staat. En abonneer dan meteen eventjes, hè, want dan help je mij ook weer mee. Ik zou zeggen, geniet van het prachtige zomerse weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende bestemming. Hoi!